De particuliere lijnbussen zullen maandag nog niet rijden. De bustransportsector, de ministeries van OVTNC en Volksgezondheid en het COVID-19 Management Team hebben gisteren besloten nog even te wachten met de hervatting van de dienstverlening. Eerder had de particuliere lijnbushoudersorganisatie aangegeven dat de bussen vanaf maandag weer zouden rijden. Dat is dus even aangehouden. Er wordt momenteel gewerkt aan protocollen voor zowel buschauffeurs als passagiers. Dat zei de voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, Suraj Sahadeolal, op de COVID-19 persconferentie. We gaan beginnen met de richtlijnen voor de buschauffeurs. Verplicht mondkap tijdens de rit. Houd de bus schoon na elke rit, bijvoorbeeld geen gebruikte mondkapjes op de vloer. Desinfecteer bij elke schoonmaak plekken die vaak aangeraakt worden, zoals chauffeurstoel en stuur, dashboard, de passagiersingang, handgrepen, leuningen. Houd de ventilatie in de bus optimaal. Achterzitplaats en naast de chauffeurstoel binnen de afstand van 1,5 meter tot de chauffeur mogen niet gebruikt worden. Markeer zitplaatsen waar niet op gezeten mag worden. Scherm de bestuurdersplek af van het passagiersgedeelte met een waarschuwingslint, zodanig dat de afstand met de chauffeur 1,5 meter bedraagt. De richtlijnen moeten gedeeld worden op posters en flyers bij de ingang van de bussen. Passagiers moeten vooraf uitleg krijgen over het instappen en uitstappen. Het moet duidelijk zijn dat de chauffeur bepaalt wat mag en niet mag. Bij de schoonmaak van de bussen verplicht handschoen dragen. Tijdens de regen is instap van passagiers niet toegestaan, maar uitstap van passagiers wel. Sahadeolal is door de besturen van de particuliere lijnbushoudersorganisatie en de organisatie van bushouders in Suriname voorgedragen om samen met het managementteam deze protocollen te ontwikkelen. Er moeten ook nog financiële afspraken gemaakt worden voordat de bussen weer gaan rijden. Het gaat daarom over de tarief van de bussen. De tarieven van de bussen, het is een onderhandelingspunt nog. En dat moet geschieden samen met het ministerie van OWTC. U weet, de bussen gaan voorlopig niet rijden. En indien de bussen nog niet gaan rijden, is er een periode waarbij nu gewerkt gaat worden aan de COVID-protocollen. Die medegedeeld gaat worden met de samenleving. Er gaat voorlichting komen, er gaat programma's komen. Hoe men zich gaat moeten houden aan de regels die wij als organisatie uiteindelijk naar voren gebracht hebben en ook in samenspraak met het COVID-management-team. En intussen tijd zal gekeken worden naar het aantal besmettingen en er zal een besluit genomen worden indien wij de diensten gaan hervatten, gaan wij met volle bussen rijden of gaan wij met de helft van die bussen gaan wij gevuld rijden. En indien de bussen niet volledig gevuld gaan zijn, dan is er sowieso dat er bedrijfscompensatie erbij gaat komen kijken. En dan hebben wij een aantal vragen die erbij gaat komen kijken. Onder andere, wie gaat voor die compensatie inkomen? Gaat de samenleving dat doen? In hoeverre zal het maatschappelijk verantwoord zijn naar de samenleving toe? Of zal het vanuit de kant van de overheid dat gecompenseerd worden? Het is een vraagstuk en het moet nog onderhandeld worden erover. En wij kunnen geen tariefsvoorstellen doen indien wij nog niet weten dat wij met volle bussen gaan rijden of de helft van die bussen gevuld gaan rijden. De voorzitter van de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer, Suraj Sahadeolal. Hij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie. De bussen zullen maandag nog niet rijden.